dit lichtje. Wil ik doorgeven aan alle nabestaanden van de overledene aan de coronavirus. Dit lichtje wil ik doorgeven voor de ambulancezorg. Dit lichtje wil ik doorgeven aan alle ziekenhuizen die op springen staan, dat ze overvol zijn. En voor alle, maar ook alle zorg die er maar mag bestaan. De coronavirus heeft iedereen in zijn ban. Het is vreselijk, het is moeilijk. Er zijn al heel veel mensen aan overleden. De nabestaanden wil ik hier door condoleren. Een lichtje in een duisternis te geven. Ja, lieve vrienden. Ik ben hier even weer gearriveerd om even wat anders te doen dan normaal wat jullie van me gewend zijn. De coronavirus heeft iedereen in zijn ban. Het is vreselijk, het is moeilijk. Er zijn al heel veel mensen aan overleden. De nabestaanden wil ik hier door condoleren. Een lichtje in een duisternis te geven. Ik hoop van ganse harte dat jullie, mijn vrienden, mijn volgers, dit filmpje zullen delen. Om zoveel mogelijk licht in de duisternis te brengen van al die nabestaanden. Maar tevens ook voor al die mensen die nog ziek zijn, die er nog mee te kampen lopen, die in het ziekenhuis liggen. Ook wil ik deze film opdragen aan de doktoren, de verpleegkundigen, alle andere zorg, politie, brandweer, maakt niet uit wat voor zorg, ook hun dragen hun steentje bij. En niet één, maar wel meer. Ik applaudisseer. Geweldig, het is top. Hoe die hun allemaal inzetten voor zoveel ellende wat de virus met zich meebrengt. In al die andere landen net zo, alles staat er op slot. Je kan bijna niks meer doen. Je mag bijna de deur niet uit. Ga je alsnog even een fietstochtje doen zonder dat het eigenlijk mag, krijg je een boete. Hier. In dit stadje is dat nog niet zo ver. Wel zijn er al veel winkels gesloten. Ook mag je in een paar bepaalde winkels mag ze maar één of twee personen naar binnen. En de rest moet dan maar wachten. Maar je neemt het wel. Het is erg, het is bizar. Zelf ben ik er niet bang voor. Met mij zijn er ik weet niet hoeveel meer die niet bang zijn. Want het is een virus. Voor een paar jaar terug hadden we de Ebola-virus. Die was vele malen erger. Er wordt beweerd van niet. Nou, het is wel waar. Die was vele malen erger. Maar toen zat de media er niet bovenop. Toen zaten de heren en de dames die in Den Haag het moeten besturen allemaal. Die zaten er niet bovenop. Die waren gewoon hun werk aan het doen. En niemand lette erop dat ebola toen aan de gang was. Maar die was er wel hoor. Ja, er zijn ook genoeg doorgekomen. Maar dan hebben we deze, corona. En de media zit er bovenop. Den Haag zit er bovenop. Ze maken al enig de mensen bang. Waarom in vredesnaam? Waarom moeten de mensen bang gemaakt worden? Is niet nodig. Nee. Eens gaan we toch allemaal. Ja, en dan komen we allemaal bij elkaar, bij onze lieve Heer, voor degene die geloven. En anders, we zien elkaar heus wel. Ja hoor,
Maar het maakt niet uit. Nee. Ik vind het sowieso al erg genoeg dat er zoveel leed is. Buiten de virus. Ook ruzies, vechten, slaan. Dat is ook allemaal erg. Je slaat elkaar het ziekenhuis in en je slaat elkaar ook al uit het leven vandaan. Doe normaal, geef elkaar de hand. Je hoeft niet te slaan en te schoppen en te stompen om iemand om zeep te helpen. Wees lief voor een ander. Draai je rug toe als je uitgescholden wordt en loop weg. Ga niet vechten. Ik vind het net zo erg. Dat is zelfs nog erger. Ja, ga ik liever op een natuurlijke manier dood door een ziekte of ik val zo neer, dan ik in elkaar geslagen word door weet ik van wie. Dus lieve vrienden, wees lief voor elkaar. Help elkaar waar het nodig is. Help de ouderen ook nu. Help de kinderen ook nu. Want ook de kinderen hebben het moeilijk. Ze begrijpen het niet. Leg het ze uit waarom ze binnen moeten blijven. Van de week trof ik een jochie. Ik was 10 jaar, nou, hij had al een mobiel, dus ik denk een jaar of 14. En ik dacht, nou, die zit Pokémon te spelen. Zat hij op het bankje hier verderop, op het pleintje. En ik zei, Pokémon vangen? Nee hoor, ik zit even te chillen. Ik zeg, oké. Ik zit me zo alleen. Ja, ik mag overdag niet meer naar buiten. En ik mag s'avonds heel even naar buiten om een frisse neus te halen. Maar ik mag niet met mijn vrienden toe. Ik zeg, waarom niet? Ik zeg, om deze virus? Ja, zegt hij. Ik zeg, nou, ik zeg, dan kan je ze even goed voor te zien. Ik zeg, maar hou rekening mee met die afstand. Anderhalve meter om je heen. Ik zeg, dan kun je toch even goed chillen. Ik zeg, de ene gaat op dat bankje zitten. En dan kun je aan het einde van het bankje ook eentje zetten. Dan kun je zo met z'n allen op die bankjes gaan zitten. Ik zeg, hoeveel vrienden heb je? Ja, ik heb er maar 4. Ik zeg, nou, 2 op dit bankje, 2 op dat bankje. Zit je anderhalve meter van elkaar af? Whatever. Maar het mocht niet van zijn ouders, dus ja, zielig, heen mee te doen. Maar oké, ja, ik loop met Rijka gewoon. Dus ja, maar lieve vrienden, alsjeblieft, help iedereen nu in deze zware, moeilijke tijd de coronavirus te bestrijden. Help elkaar. Wees lief. Bel oudere mensen, bel de jongeren die het ook moeilijk hebben, die het maar raar vinden. Help. En stuur dit filmpje door om iedereen een lichtje te geven, zodat iedereen een lichtje, hè? Wacht even, lichtje. Oh, ik ben stout. Ja, ik pak een lichtje. Ja. Ik pak een lichtje erbij. Zo. Dit lichtje wil ik doorgeven aan alle nabestaanden van de overledenen aan de coronavirus. Dit lichtje wil ik doorgeven voor de ambulancezorg. Dit lichtje wil ik doorgeven aan alle ziekenhuizen die op springen staan, dat ze overvol zijn. En voor alle, met ook alle zorg die er maar mag bestaan. En dat lichtje wil ik graag aan hun allemaal doorgeven, zodat ze door kunnen gaan met waar ze mee bezig zijn. Dus ja, lieve vrienden, geef het door, alsjeblieft, ik smeek het jullie. Ik zou zeggen, bedankt.